Zo lang geleden, maar het was wel een speciale tijd om mee te maken. En, je zegt het goed, heel warm gevoel en overgehouden. Kees Luijks terug op Woudestein, maar dan in een shirt van Rode JC. Het is 13 jaar geleden dat jij hier voor het laatst speelde. Ik ging naar de opstelling kijken en je stond tegenover een speler met wie jij 14 jaar geleden hier bij Excelsior hebt gevoetbald, Louisje Bruins. Ja, wel bijzonder. En ongelooflijk dat we alle twee nog voetballen. Dus, maar dat is lang geleden, ja. Maar wel heel leuk om terug te zijn. Even. Wat maakt het zo leuk om hier weer in Rotterdam te zijn? Ja, er komen weer oude herinneringen naar boven. En tevens denk ik ook al zo is lang geleden. Maar ja, dit was mijn eerste club in betaald voetbal. En ik koester hele warme herinneringen aan Excelsior. En, ja, ik heb heel leuk gehad. Leuke, geweldige teamgenoten. Hele fijne mensen die op de club werken. En, daar heb ik echt warme gevoelens als ik hier weer ben. Wat zijn dan de momenten die dan eruit springen? Ik kan er denk ik twee noemen, maar wat is het voor jou? Kijk, ik heb natuurlijk best wel bizarre wedstrijden gespeeld hier. Maar ik denk met name aan gewoon een heel leuk team, leuke teamgenoten. Ja, mijn eerste stap in betaald voetbal. Dus voetbalhumor. Neem ons mee, ik kan me voorstellen. René van Dieren bijvoorbeeld. Ja, die komt zeker wel even bovendrijven. Dus, had hij ook te pakken? Of, nou ja, ik heb wel eens... Ik denk dat ik hier net één dag was en toen waren Jurgen van Nieuwhuis en René naakt aan het fitness. Dus toen dacht ik oké. Toen kwam ik van zo'n serieuze omgeving als AZ. Een topsportcultuur, zoals ze dat noemden. En dat was ook geweldig om mee te maken. Maar ja, dan kom je de eerste dag hier en gaat het er iets anders aan toe. Maar wel heel leuk. Je loopt al een tijdje mee in de voetballerij. Maar is het misschien wel de beste plek om je eerste training te zetten in betaalde voetbal dan? In zo'n omgeving als Excelsior? Voor mij wel in ieder geval. Ik denk voor heel veel andere spelers ook. Dus prettige, relaxte omgeving om ervaring op te doen. En, maar goed, we hebben leuke prestaties neergezet ook. Dat weet je zelf wel. We hebben wat gekke wedstrijden hier gespeeld. Excelsior AZ, de zogenaamde mafkeeswedstrijd. De mafkeeswedstrijd. Het was hier ongeveer ergens, denk ik, dat het werd gezegd. Dus, we staan hier in de hal van Excelsior, van het stadion. En daar gebeurde het moment waarin Stijn Schuijf dan jou aansprak op jouw goede wedstrijd voor Excelsior tegen jouw eigenlijke werkgever AZ. Je wordt er nog vaak aan herinnerd volgens mij. Ja, zo nu en dan. Komt hij wel weer ergens voorbij. Ja, het is toch wel grappig om deel uit te maken van zo'n stukje historie. Al was dat toen niet echt, was dat wel heftig. Maar ja, twee jaar later, of een jaar later kom ik terug bij AZ en zijn we dat seizoen kampioen geworden. Dus ja, het is niet zo gevoelig, ligt het niet meer, zeg maar. Maar ja, ik kan me voorstellen, je bent een jonge goos, je begint net aan de betaalde voetbal. Dat het wel erin hakt. Ik kan me voorstellen dat het wel pittig is dan. Ja, dan wel. Dan is het wel... Dan is het al een heftig gebeuren. Aan de andere kant, ja, je bent nog niet zo heel veel gewend. Dus ja, je denkt, dat hoort er dan bij. Maar nu ben ik 35 en heel veel gekker heb ik het sindsdien niet meer meegemaakt eigenlijk. Er is volgens mij ook een ander moment waardoor jij niet meer stuk kan bij support van Excelsior. Dan zeg ik de derbyzege tegen Sparta. Ja, dat was nog niet. Kunnen we nog wel even doorgaan. Ja, nee, dat was ook heel leuk. Ja, geweldig. Ja. Dat is wat ik zeg, dat zijn warme, mooie herinneringen die toch al een tijd geleden zijn geweest. Ja. Ja, een mooie vrije trap, 25 meter, 30 meter of zo. Ja, en iedereen dacht dat hij voor werd getrokken. En, ik denk dat de trainer ook wel zoiets had van, wat gaat hij nou doen? Maar ja, gelukkig ging hij erin. Vervolgens heb jij een leuk avontuur in het buitenland gehad. Meerdere avonturen zelfs, kan ik eigenlijk goed benadrukken. Vooral in Denemarken, lange tijd gevoetbald. Wat brengt jij nu terug hier bij Rode JC? Ja, dat is. Dus ik had mijn avontuur zat er wel op in Denemarken, in het buitenland. Omdat ik wilde terug met mijn vrouw en kinderen naar Nederland. Ja, en toen kwam al vrij snel Roda. En met de trainer Jurgen Streppel en technisch directeur Jeffrey van As gesproken. Ja, en dat verhaal sprak me ontzettend aan. En dat is eigenlijk waardoor. En natuurlijk, ik had ook nog wel wat recht te zetten bij Roda. Want ik ging weg in een degradatiejaar. Dus al dat bij elkaar. Vond ik het wel heel aantrekkelijk om voor Roda te gaan voetballen. En tot nu toe, het is even in het begin wat stroef gegaan, maar
We zijn nu wel op de goede weg, denk ik. In het kader van als kunnen we natuurlijk niet heel veel zeggen. Maar Excelsior had bijvoorbeeld heel veel tegendoelpunten gehad. Vooral achterin stond het niet al te best. Ik kan me best voorstellen dat een club als Excelsior denkt, die Kees Luijks moet eigenlijk erbij hebben. Is dat wel eens concreet geweest? Ik heb wel eens met Excelsior gesproken, dat klopt. Dat was nog wel dat ik in Denemarken zat. En goed, het ging uiteindelijk niet door, want ik stond nog onder contract daar. Dus natuurlijk dat dat ook een optie kunnen zijn. Maar wat ik zeg, dat is niet heel concreet geworden. Omdat ik in Denemarken werd ik eigenlijk aan mijn contract gehouden. En Excelsior ging ook weer verder en heeft ook weer spelers gehaald. Dus dat is wel een keer sprake van geweest, maar het is nooit helemaal concreet geworden. Maar alles merk ik aan jou. Je hebt gewoon een hele leuke tijd hier gehad. En je praat met heel veel liefde over Excelsior. Absoluut, ja. Ja. Ik denk dat dat wel voor heel veel spelers geldt natuurlijk. Die hier hebben gespeeld. Ja, het is gewoon een geweldige tijd. Voetbal is nog steeds hartstikke leuk. Maar wat ik zeg, het is zo lang geleden. Maar het was wel een speciale tijd om mee te maken. En je zegt het goed. Heel warm gevoel en overgehouden. Kunnen we jou misschien nog een keer hier terugzien? Ooit? Weet je nooit, voetballerij is alles mogelijk. Je gaat in elk geval met 3 punten terug naar Zuid-Limburg, want ja, al met al toch een zeer terechte overwinning. Met de goede Kees Luijks vandaag. Ja, kan nog iets beter, maar zeker niet ontevreden over vandaag natuurlijk. Ja. Ik zou zeggen, welkom terug, maar ook een fijne terugreis naar Zuid-Limburg toe, zou ik zeggen. Dankjewel.